De tweede PSV Ajax in 2 dagen tijd. Met als inzet de KNVB-beker. Als je kijkt naar de ranglijst, duidelijk Ajax favoriet. Onderlinge duels dit seizoen in het voordeel van Ajax. En zij zijn de koploper. Ze waren de koploper totdat PSV eigenlijk de titelkansen in handen van Twente legde, zal ik maar zeggen. Omdat PSV daar een punt pakte. PSV met Alkmaar dus in het doel. Sari van Veenendaal, vorig seizoen uitblinkster in de bekerfinale. Kiept niet in dit bekertoernooi, dus kiept Alkmaar. Er zijn geen grote verrassingen in opstelling van PSV of Ajax trouwens. En hier Ajax met ook daar dus normaal gesproken niet de eerste keepster. Maar u kent het verhaal intussen van Lize Kop. Dus dit seizoen is Van Eijk wel de eerste keepster. Van der Most, de echte bekerfinale-expert. Die speelt vandaag namelijk haar 7e KNVB-bekerfinale. Van der Gracht, eigenlijk wat ongelukkig gekopt. Bros daardoor. Tegenover Van der Most. Brugts. Tegenover collega International Shrida Spitsen. Eerste poging van Brugts. Geen probleem voor Van Eijk. Een enorm gat tussen de laatste lijn en de voorhoede nu bij PSV. Ja, eigenlijk alleen Biesmans die op het middenveld lijkt te staan. Maar goed, op het moment dat het op deze manier uitpakt, ligt er wel ruimte voor Van Lunter. Die kijkt, daar komt Brugts. Daar wordt nog net het voetje tussen gezet. Spits is ook boos. Diep de corner en een kopballetje van Esmee Brugts. Bal teruggekopt. Dat is de eerste kans voor Ajax. En die wordt nog net aangeraakt. Noordam op Van den Berg. En daar de Ajax-delegatie met Daphne Koster en Edwin van der Sar. Van zou die nog een rol zal gaan vervullen mocht Ajax de beker winnen. Oef. Nou, dat is wel rustig blijven van Van Eijk. Met een instormende Pattywaal daar. Kijk, over bekerfinale gesproken. Ja, Gio Rort. Die wist Wolfsburg na de finale te schieten. 2 keer gescoord in de halve finale tegen Bayern München. Dat is een goede lange bal. Geen buitenspel voor Leuchter. En dan is de eerste echt lastige bal voor een van de keepers daar. Alkemade moet daar toch nog wel naar de hoek. Mooie paas dit. Het is nog zoeken, het is nog wat rommelen, dat zie je ook hier weer. En er ligt er wel ruimte in omschakeling, maar dat gaat tot nu toe nog niet allemaal even goed. Van den Berg wordt er hier wel bijna uitgesprint, dat zag er heel dreigend uit. Leuchter en weer Alkmaar, die moet redden. Goed de eigen ruimte gecreëerd, prima gekiept. Zeker, goede redding. Hoofdpijn, dan zou je zeggen, misschien daarnaar kijken. Leuchte krabbelt wel alweer overeind. Brugts kan dus door. En daar is een kans. En Bros moet er toch iets meer mee doen nog. Goeie actie van Brugts. Zeker goede actie van Brugts. Goede voorzet. En dan moet Bros met haar chocoladebeen afronden. Maar daar zat zeker meer in. Druk van Bros. Spits komt daar niet uit. Deze troep net niet aan de bal. Pelova. Daar gaat Grant. Denk een overtreding ook op Pelova.
Maar het spel kan door. Steeds wel weer die dreiging van Ajax. Dit is Leuchter. Controle uithalen. Maar het schot dan teleurstellend. Schot van Rodriguez. Zelt voor langs. Walders verdedigd. Doorn. Belova. Goed, op Leuchter. Dan moet Leuchter hem klaarleggen. Aanval is uitstekend. Wat een mooi doelpunt. En het doelpunt is van de speelster. Die vorig seizoen de bekerfinale nog verloor van PSV met ADO. Nadine Noordam zet Ajax hier op voorsprong. En met afstand de mooiste aanval ook van deze middag. Hier, klaarleggen, goed. Ah, perfect diagonaal ingeschoten. Mooie ontlading ook bij Noordam. Destroep komt daar slim voor en dat levert toch een kansje op. Nog een kans? Nee, niet echt. Dat was uitermate slim en daarna alsnog een corner weggegeven. Met dat het eigenlijk al een beetje klaar leek. Merkwaardig. Nu komt er een beweging. Bal draait goed en kan door Van Eijk nog net worden weggebokst. Heerlijke corner. Ja, met Teestroep daar ook nog is het zeker niet makkelijk. Van den Berg naar Van der Gracht. Oh, verkeerd getimed. Bakker. Bakker en recht uiteindelijk op Alkemade. Walders en Rodriguez die daar niet heel overtuigend verdedigen. Van den Berg schat hem goed in en opent op Pattiwaal. Rodriguez sprint om daarbij te komen. Bakker moet dan mee met Rodriguez. Nou, voorlopig heeft Rodriguez alle ruimte hier. Schot is dan toch redelijk makkelijk. Ja. Frustratie, met onder andere van Lunteren. Ze heeft hier veel meer tijd. Oh, Grant nu spelen, dan is ze 1-1. De paas van Pelova is niet goed. Toch kan het nog voor Grant. En ze raakt de lat. Ja, dat is een kans, dat is een schot, dat is bijna een doelpunt. En hier doet Grant natuurlijk niet zo heel veel verkeerd. Eigenlijk net even iets te zacht die bal, maar ze rond heel aardig af. Kolen. Ah, Rodriguez doet dat goed en Van der Velde juist niet. Rodriguez nu een keer het juiste overzicht en dan is het doelpunt daar. Teestroep scoort. En voor het eerst komt het dan helemaal samen. Van voorzet tot afronding. Daar waar PSV al zo vaak op zo'n manier de kans leek te krijgen, levert de kans nu ook het doelpunt op. Met dank dus aan Rodriguez en toch ook Van der Velde die dit niet goed doet. Ja, iets te laks gedaan door Jonna van der Velde. En dan is uiteindelijk de voorzet goed van Rodriguez. En daar is Teestrup dan met haar eerste doelpunt ook in het bekertoernooi. Kolen moet even oppassen. Oh, goede voorzet dit en daar is de voorsprong alweer. Voor Ajax, Romee Leuchter. En daar het middelpunt van alle vreugde, Pelova. Want dit is een assist met hoofdletter aan. Nou, dat was hele korte vreugde in Eindhoven.
maar dan is de bal echt perfect. En komt Romee Leuter hem goed naar de hoek, naar de grond. Belova. Oeh, geen goede aanname. En wat biedt dat voor kans? Een behoorlijke, maar net naast geschoten. Het is echt los. Ja, heerlijk schot van Lunteren. Brugt. Dat schot was kansloos. Rodriguez. Kolen. Oef, dramatische kopbal. Leugde. Grant. Noordam. Nog eens Noordam. Noordam. Makkelijk balletje. En dan is het afgelopen en wint Ajax. De Toto KNVB-beker bij de vrouwen. Gisteren 2-1 voor PSV bij de mannen, nu 2-1 voor Ajax. Met als matchwinner een oud PSV'er. Deze troep scoorde. Maar al heel snel was daar weer de voorsprong voor Ajax. Ajax wint de Toto KNVB-beker 2021-2022 bij de vrouwen.